En VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi vreest dat met de aanname van de wet beschermde dorpsgebieden er vertraging kan ontstaan in het oplossen van het grondrechtenvraagstuk. Santokhi sprak gisteren in de assemblee tijdens de behandeling van het wetsontwerp. Hoewel parlementsvoorzitter Jenny Simons meerdere malen had verduidelijkt dat de wet slechts te maken heeft met het stellen van grenzen bij het uitgeven van concessies en domeingrond, deed Santokhi toch een beroep op het parlement om ervoor te waken dat bij die gemeenschappen niet de indruk zal ontstaan dat het grondrechtenvraagstuk niet zal worden opgelost. Dus laten wij dat gevoel wel maken. Dat wegmaken, voorzitter, dat wij wel een wet regelen als te zijn een bescherming naar de leefgemeenschappen, maar dat het vraagstuk van oplossing van het grondrechten, vraagstuk, voorzitter, geen vertraging ondervindt, geen uitstel moet zijn, maar dat we haast mee moeten maken, voorzitter. Dus laat dat verduidelijk zijn. Tweede, voorzitter, is namelijk dat de in stamverband levende gemeenschappen in het binnenland, die hebben ervoor gezorgd dat ze de leefgemeenschap, het bos, de natuur, de wateren goed in stand hebben gehouden. Afgelopen meer dan 400 jaren, voorzitter. En dat hebben ze op een goede wijze gedaan, maar de bedreiging komt niet zozeer vanuit die gemeenschap. Die bedreiging komt met name vanuit instituten, personen, overheden buiten de gemeenschap, voorzitter, door een stukje beleid of geen beleid. Santokhi deed verder een beroep op het parlement, Kasiko de regering, dat het niet alleen blijft bij het bieden van meer bescherming aan de inheemse en in stamverband wonende mensen. De gemeenschappen hebben meer nodig om hun economische activiteiten te bevorderen, zegt de parlementariër. En daar zie ik ook een plicht voor de overheid, maar ook voor andere belangrijke instituten, nationaal en internationaal, voorzitter, om daar ook een bijdrage te leveren. Want, voorzitter, het wordt hier gezegd dat de kostgronden van de dorpen steeds verder en verder en verder gaan. We weten niet waar het gaat eindigen, maar waarom gaat het steeds verder en verder en verder? Omdat het bekend is namelijk dat de grond niet altijd genoeg vruchtbaar is voor meerdere productie. En daar is er een kans voor ons als land, voor de overheid, voor andere internationale instituten om daar een stukje bijdrage te leveren. De moderne technologie is beschikbaar, voorzitter. De biologische landbouw is beschikbaar. Dat we daar een stukje handreiking bieden, dat met een beperkt gebied er meer productie kan komen over meerdere jaren. Dat is dus VHP-fractieleider in de Nationale Assemblée, Chandrika Persat Santokhi. En hij sprak gisteren bij de behandeling van de ontwerpwet beschermde gebieden. De wet werd uiteindelijk aangenomen met algemene 37 stemmen.